hulpbronnen in de kraamtijd, waarin dat we jullie toch een stukje willen vertellen op wie dat je kan beroep doen, zeker ook professioneel gezien. Oké, welkom iedereen aan de zwangeren en ook aan de studenten. Ik vernoem het nog graag altijd nog een keer, ik weet dat het herhaling is. En de studenten, ze kennen al ons en wij kennen al hun naam, maar toch nog een keer herhalen. Wil je een aanwezigheidsattestje, dan verwachten we zoals altijd een korte samenvatting aan. En die mag je doorsturen naar info@dewieg.be. Voilà. Ja, als je ietsje langer op je attestje moet wachten, ja. Maar onze collega is in zwangerschapsverlof en ik moet het er een beetje bij pakken en het lukt niet altijd om dat onmiddellijk te doen. Maar ik ga zeker mijn best doen om het zo snel mogelijk te versturen. Ja. En we zitten met wat andere deadlines, hé, Mireille. Maar ja, dat doet er niet de zaken. Oké, voilà. Dan gaan we over naar de hulpbronnen in de kraamtijd, want dat is het thema inderdaad voor vanavond. En het eerste wat ik jullie wil vertellen is ja, dat vader of moeder worden, een babytje krijgen, dat toch een heel uniek gebeuren is. Ja, niets zal niet meer zijn zoals vroeger. Hé. Een keer dat die baby er is, zal je leven echt wel heel veel veranderen. Dat is misschien een cliché, maar dat is ook helemaal heel echt waar. Dat heeft een grote impact op je leven. Je kunt het van tevoren niet voorspellen hoe dat gaat lopen. Maar iedereen beleeft het op zijn manier en het is ook oké. En het loopt meestal, of het loopt wel allemaal eigenlijk los. Je groeit daar ook in. Dus geen paniek, maar het is natuurlijk iets in je leven dat je geen 20 keer meemaakt, papa of mama worden. De meeste mensen toch niet, hè? Nee, voilà. Nee, de meeste toch niet. En wat was daarmee dat ik een groot getal neem? Want ja, ik wil zeker niemand uitsluiten. De grote gezinnen zijn zeker ook welkom. Zeker welkom, absoluut. Ja, hoe dat je eigenlijk die periode na je bevalling ervaart, dat hangt een beetje van veel factoren af. Dat hangt ten eerste af van je eigen noden en behoeften. Wat heb jij bij iemand die heel veel nood hebt aan slaap of aan structuur? Ja, dan gaat die baby misschien iets moeilijker zijn om aan te wennen. Maar bij iemand die zegt, ik go with the flow, of ik neem het wel zoals dat kan, ja, dan wordt dat iets gemakkelijker. Maar je kunt je ook gewoon aanpassen. Iedereen past zich aan, dus dat komt wel. Ook de bevalling speelt een rol. Ja, welke soort bevalling heb je? Wordt het een natuurlijke bevalling of wordt het helaas toch een keizersnede, gepland of niet gepland? Dat geeft natuurlijk wel impact op, ja, op je herstel en hoe dat je dat beleeft na de geboorte. Ook je babytje zelf heeft heel wat, ik zou niet zeggen in de hand, want dat beseft het nog niet, maar is dat een rustige baby of een temperamentvolle baby? Ja, een baby die wat last heeft van de kleine ongemakjes na de geboorte, zoals slijmpjes of krampjes of weet ik veel wat, dat kan zeker ook een rol spelen. En natuurlijk ook de ondersteuning die je krijgt, en het is daar dat we eigenlijk een beetje gaan op focussen nu in deze infosessie. De kraamperiode is een leuke, staat er maar vermoeiende tijd of periode. En het vraagt tijd of wat aanpassing. Dat is eigenlijk voor beide, ook voor de partner is het een heel intense periode. Vandaar we spreken van vaderschapsverlof. Maar die verlof mag je wel een beetje tussen aanhalingstekens zetten. Ja, het is zeker verlof, maar het is ook nodig eigenlijk om tot jezelf te komen, aan te passen aan het kindje, je partner te kunnen steunen. Thuis moet je nu al wel 20 dagen krijgen. We komen van hier voilà. Dagen. Dus, een hele evolutie, voilà, absoluut. Een goede evolutie. Ja, dat is zeker een mooie trend die zal deugd doen om te wennen aan het babytje, want dat is wat je thuis de eerste dagen moet doen, of de eerste weken ook, en aan de nieuwe situatie. Ook de babyverzorging, zeker bij een eerste kindje, is een stukje nieuw en moet je onder de knie krijgen, maar dat gaat wel vrij vlotjes. En natuurlijk ook de voedingen, dat is wel heel pittig. Er moet vaak en op onregelmatige tijdstippen gevoed worden. En dat is zowel bij borstvoeding als bij flesvoeding, als je tenminste de richtlijn een beetje volgt om op vraag te voeden. De babytjes zijn de eerste weken echt heel erg onvoorspelbaar en ze sturen de planning soms in de war en daarvoor moet je echt niet kwaad zijn op je baby. Een babytje kan er ook niet aan doen, dat is gewoon de natuur. Ze hebben nog geen timing, ze weten nog niet wat dat dag en nacht is. Wanneer dat jij slaapt of een beetje wilt rusten. Dus ze komen gewoon met hun noden op dat moment dat die noden er zijn. Het kan ook druk zijn door het bezoek. Ik vond het ook wel grappig, Els. Ik hoorde vandaag nog een mama zeggen van, en elke keer als je denkt van, yes, we zijn er ongeveer, dan komt er weer iets nieuws en heb je weer even het gevoel dat je weer moet herbeginnen. Het evolueert ook zo snel. Inderdaad, er zijn dan dingetjes, yes, ik heb dat nu onder de knie, of nu weet ik precies
zo'n beetje, ah ja, dat huilertje of dat clustervoeden, dat begint zo'n beetje na een paar weken wat structuur te krijgen, maar dan komt er plots een dag dat heel de planning door de war is. Dus ja, niks aan te doen, dat is zo'n dag. Het kan inderdaad ook druk zijn door een bezoek en soms is dat onaangekondigd. Nu, dat kun je zelf ook van tevoren misschien wat plannen of bedenken. Een keer denken van wat ga je daarmee doen? Ga je dat op je geboortekaartje zetten? Ja, dat ze moeten afspreken of bellen voor een bezoekje. Of misschien even wachten met je geboortekaartje, zelfs om ze te versturen, dat het heel rustig is. Natuurlijk, als je het post op social media, ja, dan moet je ook niet verwonderd zijn dat je veel belletjes of berichtjes krijgt totdat er iemand aan de deur staat. Dus dat heb je toch een heel klein beetje in de hand. Maar natuurlijk zijn er ook nog altijd mensen, ja, die onaangekondigd komen. Of bij bezoek een beetje te lang blijven plakken en die geen ellebogen hebben. Wat dan natuurlijk ook niet altijd zo aangenaam is. Dan heb je ook de onzekerheid, dat speelt ook een part, of speelt een rol zeker van een eerste kindje. Doe je het wel goed? Ja, je doet het altijd goed, hè? Daar mag je zeker vertrouwen in hebben, maar die onzekerheid is er soms wel. En dan heb je soms kleine en grote bezorgdheden of vragen rond de verzorging of de gezondheid van je baby. Maar dus dat sta je ook niet alleen voor, die kun je zeker ook stellen aan de omgeving of aan je hulpverleners. Dus onze tip is zeker alle aangeboden hulp te aanvaarden, zowel van familie als vrienden. Maar ook daarnaast gebruik te maken van de bestaande professionele zorg. Straks gaan we daar wat meer op focussen en zullen zien dat eigenlijk die heel uitgebreid is. Het is ook wel zo dat het verblijf in de materniteit toch wel verkort is de laatste jaren. En daardoor is een medische opvolging door de vroedvrouw toch wel echt een must, zeker de eerste dagen. Ze gaan denk ik ook, het staat ook in het zorgplan als je de materniteit verlaat, dat ze echt ook expliciet gaan navragen, ja maar, mevrouw of meneer, is er een vroedvrouw geregeld? Wie gaat er komen? Enzovoort. Dat zeker geregeld is. Dat is gewoon, moet ook dat dat in orde is. En de hulp van een kraambezorgde is zeker een mooie aanvulling. Je staat er niet alleen voor. Dus ten eerste heb je de omgeving. Dat bestaat dan uit familie, buren en vrienden. Maar daarnaast heb je ook een hele race van professionele hulp. En dan hebben we het over de vroedvrouw, de kraamzorg, doula gaan we bespreken, onszelf, het expertisecentrum kraamzorg, maar ook kindergezin, huis van het kind, de opvoedingswinkel, huisarts, kinesist, een lactatiedeskundige, borstvoedingsverenigingen en ook de eerstelijnspsycholoog. En dan gaat Mireille wat meer vertellen over de vroedvrouw. En er zijn misschien ook een aantal studentvroedvrouwen, dus jullie moeten mij maar aanvullen. Voilà. Hé, maar ik denk dat inderdaad het heel belangrijk is dat je een vroedvrouw kan inschakelen om je te helpen. En die vroedvrouwen die kunnen eigenlijk heel veel. Hé, die komen enerzijds na de bevalling, dat is het meest gekende. Maar hun aanbod is eigenlijk wel veel ruimer. Hé. Er zijn vroedvrouwen die ook, waar je ook terecht kan voor begeleiding in de zwangerschap. En dat is uiteraard ook in samenwerking en in afwisseling met de gynaecoloog of de arts, de huisarts die dan de zwangerschap gaat opvolgen. En tegenwoordig worden er ook wel afspraken gemaakt, zeker ook in bepaalde zorgplannen en bepaalde ziekenhuizen. Dat krijg je meestal ook al op voorhand, krijg je dat ook al mee vanuit het ziekenhuis. Dan staat er van, kijk, de suikertest kan je misschien bij de vroedvrouw doen, die consultaties doe je dan bij de gynaecoloog. Dus er wordt daar wel heel mooi afgestemd op elkaar. En bepaalde vroedvrouwen gaan ook zwangerschaps- of bevallingscursussen geven die je dan kan volgen. Dat is mogelijk. Wat dat een vroedvrouw ook kan doen, en dat zijn dan de zelfstandige vroedvrouwen, er zijn een aantal vroedvrouwen die arbeid thuis gaan opvolgen. Dat wil zeggen dat als je denkt dat je in arbeid bent, dat je de vroedvrouw kan opbellen. Dat is natuurlijk wel best dat je dat op voorhand afspreekt. En dan kan zij komen kijken of dat je effectief in arbeid bent of niet. En als je daarvoor kiest, kan de vroedvrouw, bepaalde vroedvrouwen, ook bij jou blijven totdat je een aantal centimeter opening hebt en jou dan doorsturen naar het ziekenhuis. Zodat je niet heel je arbeid in het ziekenhuis moet doen. Ze kan je dan ook begeleiden naar het ziekenhuis. Uiteraard gaat ze je dan niet alleen laten gaan. Maar natuurlijk zijn er ook vroedvrouwen die werken in het ziekenhuis en die jou dan arbeid en bevalling ook kunnen doen. Eventueel, dat staat hier niet op, kan een vroedvrouw in samenwerking met een huisarts ook een thuisbevalling doen. Dus dat is ook mogelijk. De nazorg van mama en baby, ofwel thuis ofwel in het ziekenhuis. Thuis wanneer je kiest voor een polyklinische bevalling of een bevalling met kort ziekenhuisverblijf. Dat wil zeggen dat je maar 12 uur of minder dan 3 dagen in het ziekenhuis blijft. Dus dat is dan de medische nazorg, ik kom er straks op terug. En ook advies en hulp uiteraard bij de babyverzorging
bij de babyvoeding. Dus het is eigenlijk een zeer mooi en ruim aanbod. En ik denk dat het luisterend oor en het contact of de vertrouwensband dat je kan hebben met je vroedvrouw, dat dat ook heel, heel belangrijk is. Ja? Hoe en wanneer kan je nu best die vroedvrouw aanvragen? Wel, ik zou zeggen, probeer toch zeker de helft van je zwangerschap, in de helft van de zwangerschap al een keer een vroedvrouw te contacteren. Dit kun je doen door bijvoorbeeld deze website te bekijken. Dat is de website van de vroedvrouwenkring of van de vroedvrouwenvereniging. En daar kan je gaan zoeken op gemeente of op stad. En kan je ook altijd zien wat dat de vroedvrouwen juist doen. Of op een nu, naam kan ook. En ook, ja, inderdaad, op naam kan je erom zeker staat ook. Dat je vriendin hebt of familielid die zegt, oh, die vroedvrouw werkt hier in de regio en ik was er heel tevreden van, dat kun je ook gewoon zoeken op naam. Zeker. Nu, wat gaat dan de vroedvrouw doen wanneer je bevallen bent en terug thuis bent? Wel, ze gaat zowel jou als de baby gaan observeren en jullie gaan verzorgen in de eerste dagen na thuiskomst uit de kraamkliniek. En ik geef een voorbeeld. Ze gaat dus inderdaad de parameters bekijken. Bijvoorbeeld de bloeddruk meten van de mama. Een keer kijken hoe dat het zit met het bloedverlies. Hoe dat het zit met de baarmoeder. Is die mooi hard? En zakt die mooi naar beneden? Maar zeker ook de parameters van de baby, het gewicht, de stoelgang, de urine, de voeding. Dat gaan ze dus eigenlijk wel allemaal kunnen opvolgen. En uiteraard, zoals ik al zei, zit je met bepaalde vragen of met bepaalde bezorgdheden, dan is het heel leuk dat je ook die kan stellen aan de vroedvrouw. Ik heb het al gezegd, hoe vind je een vroedvrouw? Wel, meestal in de meeste ziekenhuizen is er ook een soort project, een zorgpad. En krijg je ook een folder mee. Ik denk dat al de Brugse ziekenhuizen, ook de Oostense ziekenhuizen, hier een beetje de kust en bij jou ook in het zuiden van de provincie, denk ik ook, dat je wel een brochure meekrijgt waar dat dan ook een heel aantal vroedvrouwen gaan instaan of waar dat dan ook de link gegeven wordt naar de vroedvrouwen zelf. Ik denk dat het echt wel heel goed is dat je de vroedvrouw al een keer gezien hebt in de zwangerschap. Ik denk dat dat een hele grote meerwaarde is. Dat je elkaar ook al een beetje leert kennen. Dat je weet van, het klikt. We kiezen een beetje voor dezelfde. We hebben een beetje dezelfde visie. Misschien is het ook niet slecht dat je liefst iemand kiest die in je buurt woont. Want je gaat ook vervoerskosten moeten betalen. En anders kan dat wel wat oplopen. En ik zou zeggen, selecteer volgens je wensen, want niet alle vroedvrouwen bieden ook alle zorg aan. Maar dit kan je ook wel terugvinden op de website. Dus als je op deze website gaat klikken, dan kan je bij elke vroedvrouw ook doorklikken en zien van, kijk, is dat een vroedvrouw die prenataal in de zwangerschap ook begeleidt, of die arbeid thuis doet, of die een thuisbevalling doet, is misschien ook borstvoedingsdeskundige of lactatiekundige. Dus dat kan je ook allemaal terugvinden. Misschien toch ook niet onbelangrijk, dat is de kostprijs van de vroedvrouw. En eigenlijk is dat een beetje afhankelijk van het feit of dat de vroedvrouw al dan niet is aangesloten bij het RISIF. Dus er is een conventie, dat is een overeenkomst met het RISIF die de terugbetaling doet en de vroedvrouwen. En als ze aangesloten zijn, dan is het zo dat je de meeste dingen volledig terugbetaald krijgt. Heel vaak is het ook via een derde betalersysteem. Dat wil zeggen dat je gewoon een plakbriefje of 2, 3 aan de vroedvrouw geeft. En dat de vroedvrouw dan zelf alles regelt. Dat je dan enkel ook de vervoerskosten en af en toe ook, de meeste vroedvrouwen vragen eenmalig, een dossierkost van ongeveer €25 of €30. Dat zal zoiets zijn. Dus vroedvrouwen die aangesloten zijn, dan is dat de terugbetaling. We merken, omdat vroedvrouwen ook niet zo goed betaald worden, dat er meer en meer vroedvrouwen zijn die zich deconventioneren of niet meer aangesloten zijn. En wat krijg je dan terug? Dan krijg je 75% terug van dat basisbedrag. Maar het is wel zo dat de vroedvrouw kan vragen wat ze wil. Dus stel dat dat iets €20 kost bij de geconventioneerde aangesloten mensen, ga je die €20 terugkrijgen. Bij de niet aangeslotenen ga je daar €15 van terugkrijgen. Maar kan het zijn dat de vroedvrouw zelf wel wat meer vraagt. Nu, op zich kan dat soms ook niet zoveel een rol spelen wanneer dat je hospitalisatieverzekering ook tussenkomt. Maar dat is ook wel iets dat je best heel goed navraagt en ook op mail laat zetten, zodat je dat echt op papier of digitaal hebt, dat ze dan achteraf niet een staart kunnen intrekken.
Als er dan vragen rond zijn rond de vroedvrouw of als jullie aanvullingen hebben, studenten, dan doe je maar. Ja, oké? Goed, dan ga ik iets vertellen over de kraamzorg aan huis. Waarom zou je nu kiezen voor een kraamverzorgende of zou je kraamverzorgende in huis laten? Want dat is echt wel om een goede start te hebben, zowel voor je baby als voor je gezin. Het maakt dat je eigenlijk een rustige kraamperiode hebt. En je kunt als mama goed herstellen. Ja, ten eerste omdat de huishoudelijke taken toch een stukje van je overgenomen zijn en niet meteen dag 5 moet staan dweilen of stofzuigen of taken die toch wel wat lastig zijn. Maar ook omdat je dan een keer in bed bijvoorbeeld kan kruipen of een dutje inhalen, dat kan ook. Maar we gaan het straks wat meer uitleggen. Wat is een, of wat doet een kraamverzorgende? Ze heeft het diploma van verzorgende natuurlijk. Ze kreeg de basisopleiding kraamzorg. Ze krijgen ook regelmatig vorming. En dat is ook wel heel belangrijk, dat ze up-to-date blijven van de meest nieuwe tendensen en ja, de nieuwe wetenschappelijke richtlijnen waar we ons toch altijd op baseren. Ze werkt ook altijd samen met andere professionelen, zowel met de vroedvrouw, de arts, de verpleegkundige van kind en gezin. Dat is ook een heel belangrijk iets als er adviezen gegeven worden, zoals bijvoorbeeld door de vroedvrouw van kijk, ja, de baby zou toch wat meer moeten bij borstvoeding wat frequenter aangelegd worden. Maar dat kan zij ook, of moet met 1 borst of met 2 borsten, dat kan ze ook een beetje helpen bij de mama als die dat wenst om dat mee op te volgen. Wat kan de kraamverzorgende voor jou dan doen? Even op een rijtje, eigenlijk 4 grote blokjes die we als indeling hebben. En dat is ten eerste het blokje van de hulp bij de verzorging van de baby. Ja, dat gaat zowel van het badje geven tot verluieren of de temperatuur een keer meten. Ja, kan van alles zijn. Het snoetje een keer wassen. De vitamine druppeltjes geven. Van alles en nog wat, hè. Ook voor de andere kinderen, maar dat is dan puntje 3, is dat aan bod. 2 is dan eigenlijk de zorg voor de pasbevallen mama. Natuurlijk, ze heeft geen diploma van vroedvrouw. Dus bijvoorbeeld een knip of een wonde van een keizersnee gaat ze niet verzorgen. Maar wel kan zij zorgen, ten eerste voor de rust en ja, het mentale welbevinden. Een keer vragen, hoe was het? Mama wat courage geven, maar ook de rust geven. En eventueel kan er ook verzorging gebeuren, hè. Veronderstel nu, ja, dat iemand is met een keizersnee die zegt, ik kan niet goed aan mijn voeten, kan ik mijn voeten wel wassen of verzorgen. Ja, ik denk maar aan die dingen, dat kan dan wel heel goed gebeuren. Mireille krapt al in haar haar, hè? Het haar een keer brushen of zo, ja, dat kan ook. Verzorging en opvang van de andere kindjes, dat is dan ook weer heel ruim. Dan gaat ze wel van inderdaad een ouder kindje een keer in bad of in de douche helpen, als boterhammetjes smeren. Wat helpen, wat huiswerkbegeleidingen, spelletje als mama borstvoeding aan het geven is zodanig dat ze niet te veel storen, dat kan allemaal. En dan natuurlijk ook een hele grote blok is de ondersteuning in het huishouden en dat zijn eigenlijk alle huishoudelijke taken, maar de partners of ze kiezen zelf eigenlijk wat hij wilt. Dat kan gaan van wassen, strijken, poetsen, koken voor verschillende dagen, boodschappen doen enzovoort. Ja, hier komt het nog een beetje op een rijtje. Ik heb misschien inderdaad nog een aantal dingetjes gegeven. Ik heb opgesomd verluieren en badje geven, adviezen geven ook, maar dan ook het naveltje verzorgen. Inderdaad, de eerste dagen heb je vaak nog dat navelstompje eraan hangt. En hoe moet je dat dan doen? Dat is geen probleem. De kraamverzorgende weet dat perfect. Nu, eigenlijk is het ook niet moeilijk. Moet je daar niet veel rond doen. Rust en slaap heb ik gezet. Ook eventueel tips rond veilig slapen. En ja, moest het echt iets zijn dat ze ongerust over is, dan gaat ze dat ook wel eens gewend om te observeren en te signaleren. Dan gaat ze dat ook wel opmerken en u doorverwijzen en vragen dat uw vroedvrouw of arts geconsulteerd wordt en het advies verder opvolgt. De zorg voor de pasbevallen mama's, ja, heb ik denk ik ook al een beetje opgesomd. Ik heb al te vroeg allemaal eens besproken, hè? Maar ja, die rust is heel belangrijk inderdaad. En dat zorgt allemaal voor een vlotte herstelling. Je microfoon, Mireille. Het is dus effectief zo, als je kraamzorg neemt, dat je niet alles op voorhand moet gaan in orde doen. En dat je echt ook wel mag bijslapen. Dat je mag zeggen van, kijk, hier is een baby. Ik kan pas weer in mijn bed kruipen. Ja, dat mag. Dat mag perfect. Ja, heel, heel interessant. Ja. En dan het volgende.
En ze dan inderdaad de andere kindjes naar en van school brengen, heb ik misschien nog niet opgesomd. Begeleiden bij spelletje of huiswerk. Ja, natuurlijk, kindjes kunnen ook jaloers zijn. Heel niet abnormaal met de komst van een nieuwe baby. Maar dan is de kraamverzorgende ook wel heel gewend om de andere kindjes te betrekken bij de verzorging van de baby. En ze zorgt ook gewoon, ja, dat het gezellig is in huis, dat de huiselijke sfeer is, dat opgeruimd is. Ook een hele belangrijke. Want hoe kun je het gezellig maken als het super rommelig is in een huis? Dus dat is leuk. Als de kraamverzorgende vertrekt, dan denk je, yes, mijn huisje is terug in orde. Dus en dan als ik je hoor, Els, dan is het een beetje een soort kaboutertje. Terwijl jij aan het slapen bent, die voor je baby zorgt en ondertussen je huishouden doet. Het huishouden dat we nu nog kunnen bespreken. Ja. Dat is waar, want we horen toch wel vaak in de feedback ja, dat dat precies toch een beetje een toverfeetje is die door het huis passeert. Dus ja, het is wel een beetje zo. Dan staat inderdaad nog een beetje de taken. Koken had ik al benoemd. Dat kan inderdaad voor verschillende dagen. De meeste mensen nemen niet elke dag hulp. Maar als je dan zegt van kijk, maak wat meer of steek er iets in de diepvries. Dan ben je ook wel heel gemakkelijk als je baby een dagje heeft, een regeldagje, waar je heel veel moet voeden en hij denkt, oh, ik heb nu niet kunnen achter mijn kookpotten staan, ja, dan kun je gewoon iets opwarmen of iets uit de diepvries halen. Wassen en strijken hoort daarbij, maar zelfs ook een keer een knoopje aannaaien of een zoompje verstellen, dat kunnen ze ook. En helpen bij het bezoek ontvangen. We hebben wel vaak dat er een keer een cake gebakken wordt of pannenkoeken voor de kinderen of zo, zalen, dan zijn ze ook extra verwend. Mag misschien ook wel vernoemd worden, Els, dat de kraamverzorgende eigenlijk een kookboekje hebben gemaakt in de tijd, een aantal jaar geleden. En dat noemt Kraamkost. En ze hebben daar elk een lievelingsrecept opgezet. Heel leuk boekje. Dus dat is nog altijd verkrijgbaar. Als jullie dat willen, dan kan je gerust een mailtje sturen. Ja, het zijn super receptjes. En niet enkel voor zwangere of bevallen mensen. Wij maken ze ook hier mee. Absoluut. Ja. Oké, dan hebben we nog inderdaad schoonmaken ook. Natuurlijk is er niet de grote schoonmaak niet, maar wel speciale aandacht voor de kamer van moeder en baby. En de boodschappen kunnen ook gedaan worden. Of omgekeerd, als de mama graag een keer op boodschap gaat en dat de kraamverzorgde bij de baby blijft, dat kan ook. Sommige mensen hebben het liever zo en anderen doen het liever op een andere manier. Ik heb ooit een mama gekend die van een vierde kindje bevallen was en ze vroeg alleen aan de kraamverzorgende, kan je alsjeblieft voor de kinderen zorgen, dan kan ik mijn huis een keer poetsen zoals ik vroeger deed. Daar heb ik nu echt zin in. Dus je mag kiezen wat dat je... Voilà. En voor de rest is er natuurlijk ook de persoon die het gezin ondersteunt en een luisterend oor biedt. Als je toekomt is het eerste wat ze gaan vragen, hoe is het met jou? Hoe is het met de baby? En dat kun je heel even vertellen. Toen ik weet dat nog uit mijn eigen kraamtijd, dat hij dan zei, nu moet je nu een keer wat weten. Ik heb maar zoveel geslapen en dat liet dat gewoon een keer deugd om dat een keer kwijt te zijn en een keer te vragen. Ze is natuurlijk ook gebonden aan het beroepsgeheim, dus er wordt niet verteld wat dat er in je huishouden gebeurt. Dat is zeker strikt. We zijn daar streng op. Ze biedt zorg op maat, aangepast ook aan het moment. En ze is soepel en ze past zich aan de opvoedingsstijl en de gewoonte van je gezin. Dan hebben we enkele tips rond de kraamzorg. Dat is, vermits dat de verblijf in de kraamtijd of de kraamafdeling maar 3 dagjes niet meer duurt gemiddeld, dan is het wel misschien interessant om de kraamzorg tijdig op te starten. We merken vaak dat de mensen wel redeneren, en zeker nu dat het vaderschapsverlof wat langer is, mijn partner is toch thuis, we zijn toch met 2. Je mag het ook wel wat uitstaan, je bent niet verplicht om het direct op te starten. Maar sommige mensen hebben er toch een beetje spijt van. Als ze dan zien hoe pittig dat de eerste dagen en hoeveel dat die partner toch ook andere taken moet doen en ook moet wennen aan de baby, is die professionele hulp in huis toch zeker wel een meerwaarde. Ze kan veel betekenen de eerste dagen na thuiskomst van de baby. Zeker ook voor mensen die kiezen voor borstvoeding. Het is een hele aanpassing, maar dan heb je ook die follow-up en die steun op dat vlak van doe ik het goed, hoe zit het, denk je dat ze genoeg heeft met kindje enzovoort. Wat dat er ook belangrijk is dat er misschien wat voldoende uren kraamzorg genomen wordt, zodanig dat je kunt genieten van een rustige kraamtijd. Wat is dat voldoende? Dat kies je natuurlijk wel een stukje zelf. Maar meestal werken we een stukje afbouwend. En het is wel interessant om de eerste dagen of weken iets meer hulp te nemen. Gewoon ook omdat je dat zelf nog moet herstellen, nog moet wennen aan de baby, dat de borstvoeding nog moet op gang komen. En dan kun je zien als het goed gaat, dan bouw je rustig af.
En of de meeste kraamzorgdiensten bieden wel wat zorg op maat. En dat kan wekelijks dan besproken worden met je kraamzorgverantwoordelijke, wat je voorkeur is en hoe je het ziet. Natuurlijk, hoe langer dat je bevallen bent en als het allemaal goed verloopt, ja, hoe minder voorkeur dat je hebt. We proberen ook wel altijd de pasbevallen mama's heel goed te soigneren. Er komt hier nog een vraagje binnen, Eva, hoe kan je beste aanvraag doen? Nu, elke organisatie doet dat op een andere manier. Maar als je dus bij de WIG kraamzorg wil, hoor ik van Anneke dat je gemaild hebt in haar info@dewieg.be. Dat kan je doen. Maar je kan ook een keer googlen naar de website Kraamzorg de WIG. Denk ik dat dat ook de website is. En dat er daar ook een contactformulier is. Maar ik zal het voor jou nakijken, Anneke, geen enkel probleem. We zorgen dat ze snel contact met je gaan opnemen, hoor. En misschien ook nog aanvullen naast met het vaderschapsverlof. We hebben het er al over gehad. Hebben heel veel mensen ook een beetje de neiging van te wachten. Maar hebben daar achteraf wel wat spijt van. Omdat die tips en dat onwennig zijn de eerste dagen. Dat het toch wel fijn is, al is het maar 1 of 2 keer. Dat je toch al een keer een kraamverzorgende zal gezien hebben. Okay. Ik zie dat Anneke nog andere vragen had. Oei, Anneke. Sorry dat je nog geen antwoord aan gekregen hebt. We gaan Stantepedia dan nog even de mailbox checken. Oké, dat komt in orde. Ja. Oké, wanneer vraag je dat dan liefst aan? Eigenlijk liefst al in de zwangerschap. We raden zo aan tussen de 6 à 7 maanden. Dat mag ook vroeger, dat mag ook later. Maar de ervaring is, als je het heel vroeg vraagt, dan krijg je de uitleg heel vroeg. Met het mombrain dat je een beetje hebt en de vergeetachtigheid in de zwangerschap, dat weet je vaak al niet meer tegen dat je moet opstarten, hoe dat weer de vork aan de steel zit. En als je het natuurlijk super laat aanvraagt, ja, wie weet beval je ietsje te vroeg en kan de verantwoordelijke dan niet meer op tijd op bezoek komen en is het wat laat om de hulp aan te vragen. Maar dat is gemiddeld, hebben wij het liefst zo, want dat is het perfecte. Het kan ook wel nog altijd ervoor of erna, of een keer dat je bevallen bent, kunnen wij ook nog altijd hulp bieden. Het is altijd een vrijblijvend huisbezoek of contact en dat is eigenlijk niet enkel van onze eigen thuiskraamzorgdiensten WIG, maar eigenlijk algemeen ook bij alle diensten ben je niet verplicht na een huisbezoekje om de hulp effectief op te starten. De prijsberekening gebeurt volgens inkomen en het aantal personen te lasten, dat is gewoon wettelijk ook voorzien. Maar er zijn zeker wel de tussenkomsten van mutualiteit of je hospitalisatieverzekering. Belangrijk ook dat je daarna vraagt, nu de verantwoordelijke die langskomt, kijkt wel even mee met jou om dat te helpen uitpluizen. Maar vooral van de hospitalisatieverzekering is het toch soms wel wat twijfelen, zoals Mireia gezegd heeft. Hetzelfde als met de vroedvrouw, de tussenkomst. Goed navragen, wat zit erin, wat zit er niet in? En het eventueel op papier of mail krijgen. De prijs mag echter geen hinder zijn om de kraamzorg op te starten. Dus in die zin is dat een probleem, dan moet je dat zeker openlijk zeggen. Dan gaan we kijken wat we daarmee kunnen doen. Dat kan aangepast worden. En we geven wel in ons systeem voorrang aan de pasbevallen ouders. En dan spreken we over de eerste 14 dagen na de bevalling of bij de opstart van de hulp. Mireia, had je nog aanvullingen? Ik wou gewoon zeggen bij die hospitalisatieverzekering. Het is niet omdat je bij dezelfde verzekeraar bent, dat je daarom dezelfde verzekering hebt. Dus zeker bij die groepsverzekeringen, als dat van je werk is, moet je toch heel goed polsen van wat zijn de addertjes onder het gras, hoe moet het precies. Dus misschien dat je dat toch wel goed navraagt. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Dan wil ik toch heel kort misschien nog eventjes uitleggen wat wij vanuit het expertisecentrum Kraamzorg de WIG kunnen doen. We hebben eerst en vooral onze infosessies, maar die kennen jullie wel, want die volgen jullie. Het programma vind je inderdaad ook op onze website en daarvoor kan je inschrijven. Sinds de corona doen we de infosessies nu ook allemaal via Teams, maar 1 keer in de maand zijn we toch wel op verplaatsing. En dus sommigen onder jullie zijn al een keer op bezoek geweest bij ons. Kun je ze gelukkig ook alweer een beetje live gaan volgen. We kunnen de PowerPoint ook doorsturen. We hebben de webinars ook opgenomen en die kan je terugvinden op ons YouTube-kanaal. En dan ga je gewoon via Google of via YouTube Kraamcentrum de WIG nemen. En dan kan je eigenlijk alle video's bekijken. Maar zeg je van, kijk, ik heb dat niet zo graag dat dat live is. Of dat dat een opname is. Wij hebben ook wel ingesproken presentaties. Die hebben we ook. En wat dat vooral wel interessant is, wij doen dat zo wel op verschillende manieren, omdat we weten dat iedereen een beetje zijn eigen leerstijl heeft. De ene is graag
fysiek aanwezig en stelt dan heel graag vragen. Andere mensen die bekijken het liever een beetje van op een afstand. En op die manier hopen we echt wel om jou een methode aan te bieden waarop dat je toch de informatie ook kan krijgen. En we willen dit echt ook wel gratis doen, omdat we het gewoon heel erg belangrijk vinden dat jullie geïnformeerde keuzes kunnen maken. Dat is eigenlijk een van onze hoofddoelen. Maar zoals dat je hier ook ziet, en Anneke, we gaan ons best doen. Ik ga vanavond nog je mails beantwoorden. Ik had ze nog niet gezien. Kan je ook persoonlijk advies vragen aan ons via telefoon, via mail, maar ook bijvoorbeeld op de koffiemomenten. Je bent altijd welkom bij ons in het kraamcentrum. Geef een belletje op voorhand of vraag het even aan. Of we kunnen ook op huisbezoek gaan. Dat doen we ook af en toe als. Zeker als je zegt van ik heb echt specifieke vragen. Of ik wil nog wat meer info dan ik gekregen heb in de infosessie. Dat kan allemaal. We hebben ook allemaal een beetje onze eigen specialisaties. We kunnen ook wat extra advies geven rond borstvoeding. Ik ben zelf ook lactatiekundige of borstvoedingsdeskundige. Els kan dan ook weer extra advies geven rond de draagdoeken. Want jij bent de draagconsulent. Een zeer gedreven doekenaandoener, moet ik zeggen. En dan zelf ben ik ook een perinataal counselor, waardoor dat ik ook wel wat extra advies kan geven rond het psychisch welbevinden in de zwangerschap en de kraamtijd. Zo'n beetje die transitie naar mama en papa worden. Als je daar nog vragen rond hebt of je hebt het daar wat moeilijk mee, dan kan ik ook gerust een keer langskomen. Oké. Ja. We hebben ook, maar ik durf dat niet te luid zeggen, want onze boeken zijn eigenlijk een beetje niet meer zo... Ze zijn een beetje gedateerd. Maar er zitten toch nog een paar leuke exemplaren bij. Dus je kan bij ons nog altijd boeken uitlenen over zwangerschap en bevalling. En iedereen die wil, kan ook een kraamwijzer aanvragen. Dat is een waaiertje met allerlei tips. Een beetje de samenvattingen ook van onze infosessies die we geven. Dus die kan gratis verkregen worden. Als je ons een mailtje stuurt of via de aanvraag voor de kraamzorg, dan krijg je hem ook. Ook studenten mogen gerust vragen, dan sturen wij wel een keer eentje op. We hebben ook wat kraammateriaal, weegschaal, een kraampakketje, even als je kiest om thuis te bevallen of zo. En dan ook een beetje hulpmiddelen voor borstvoeding, maar dan eerder om je te depaneren in het weekend of op een feestdag enzovoort. Iets dat misschien toch ook wel leuk is, en waar ik toch ook wel graag wat extra reclame voor maak, dat is ons mamasalon. Dat is eigenlijk elke tweede woensdagnamiddag van de maand, van 2 tot 4... komen zwangeren en mensen die pas bevallen zijn samen om gezellig te praten en een tasje koffie te drinken. En wat uit te wisselen over baby's en over zwanger zijn enzovoort. En ik geef ook zwanger zwemmen. Dus mensen die nu nog zwanger zijn en graag een keer het water induiken. De zaterdagmorgen van 10:15 tot 11:15 geven we heel op een hele rustige manier zwemmen om je conditie wat op peil te houden. Oké. Neem dus gerust contact op met ons, ofwel de website, ofwel via info@dewieg.be, ofwel op dit telefoonnummer. Oké. En dit is dan de website waar je alle dingen kan zien. Oké, als dan komen we aan andere hulp en dan zie ik hier staan de doula. Kan jij daar een beetje meer uitleg over geven? Ja hoor. De doula is misschien iemand die niet direct zo bekend in de oren klinkt, maar het is ook een professionele hulpverlener. Het is geen vroedvrouw, dus het is niet iemand met een medische opleiding, dat wil ik er wel bij vertellen. Maar het kan wel een hele grote vertrouwenspersoon zijn, die je begeleidt eigenlijk in de zwangerschap en bij de bevalling. En het is ook een stukje zorg op maat. Ze hebben verschillende mogelijkheden of verschillende pakketten, als ik het zo mag noemen, waarin dat je zelf een stukje uitkiest hoe intens of hoe lang of hoe vroeg je de begeleiding van de doula eigenlijk wil opstarten. Natuurlijk is het aangenaam dat je zeker al kennis maakt in de zwangerschap. Ze kan het hele traject doen van begin van de zwangerschap tot en met de bevalling. Maar het kan ook zijn dat er een korter contact is en iets minder intens. Dus er is wel voor elk wat wels. Wat doet zij dan vooral? Is ook jouw tips geven, jou begeleiden, jou op je gemak stellen. En eigenlijk eventueel meegaan naar de gynaecoloog of bij de vroedvrouw thuis. Je arbeid samenvolgen, dat kan ook. En ze kan ook meegaan naar het ziekenhuis en daar samen met de gynaecoloog de bevalling mee begeleiden. De gynaecoloog doet dan natuurlijk het medische aspect. En de doula is dan een stukje jouw coach, zal ik maar zeggen, of jouw begeleidende persoon.
Er zijn niet zoveel doula's in West-Vlaanderen, maar er zijn er wel een paar. En onlangs inderdaad heeft er mij eentje gecontacteerd voor Zuidwest-Vlaanderen, een hele sympathieke dame, die dat denk ik met hart en ziel doet of zal doen. Natuurlijk, het prijskaartje hangt er wel een stukje aan vast. Het is niet gratis. De tarieven zijn een beetje individueel. Ik kan er niet echt een vaste prijs op plakken. Maar de meeste websites, moet ik zeggen, zijn wel transparant en staat er wel per pakket hulp wat je kiest, wat het tarief eigenlijk is voor dat pakket. Vroeger was er daar niets van teruggave op van het ziekenfonds, maar ik heb gezien een beperkte, hele kleine beperkte teruggave dat er dat toch ook al is vanuit het ziekenfonds. Dus ook wel, moest je daar beroep op doen en je wilt dat weten, een keer goed navragen van tevoren. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ik weet dat er ook een doula is hier in het noorden van de provincie die ook een soort chatgroepen maakt van zwanger voor februari, zwanger voor maart. Als je daar wat informatie over wil, dan kan je dat ook zeker per mail doorvragen aan ons. En inderdaad, dus de website staat hier zeker ook in de PowerPoint, de algemene website van de doula's. Maar wil je daar meer informatie rond, dan kun je ook zeker ook apart contacteren en een mailtje sturen of een keer bellen of binnenspringen. Dan verwijzen we met veel plezier door. Dan komen we bij kindergezin. En eigenlijk mag ik niet meer kindergezin zeggen, maar is dat nu het agentschap opgroeien? Maar laten we het gewoon bij kindergezin houden. Want de website www.kindergezin.be bestaat ook nog altijd. En daar vind je eigenlijk heel veel informatie op, die ook zeer wetenschappelijk gebaseerd is, die heel goed is uitgelegd. De website is ook nog niet zo heel lang geleden ook vernieuwd, ook op, met afstemming van de ouders. Dus ik denk toch wel zeker de moeite om een kijkje te nemen. Nu, vrij nieuw is dat ze ook wel bij jullie langs kunnen komen als kennismakingsbezoek in de zwangerschap. En ik zou dat zeker aanraden. Vanaf een maand of 5, 6... kan je zelf ofwel contact opnemen. Dat kan je doen via de kindergezinlijn. Of ook op een andere manier. Je kan ook op de website je gaan inschrijven. En dan zal de verpleegkundige bij jou langskomen om dus eigenlijk al heel het aanbod een keer te gaan uitleggen en ook al een bepaalde afspraak te maken. Heel leuk ook dat je weet, als je bevallen bent, wie dat er dan bij jou komt. Je kan er al een gezicht op plakken en dat is wel leuk. Het is dan ook die persoon die bij jou de intake doet of dat kennismakingsbezoek, die in feite heel het traject zal blijven volgen tot 2,5 jaar, totdat je kindje naar school gaat, is dat dan een beetje dezelfde verpleegkundige. Je kan je ook inschrijven op nieuwsbrieven. Er bestaat een nieuwsbrief rond zwangerschap. En dan krijg je elke week een berichtje. Misschien zijn er ondertussen mensen die dat ook wel doen. En er is ook een nieuwsbrief, pardon, voor baby en kleuter. Ook heel veel mooie brochures die de verpleegkundige zal meebrengen wanneer dat ze op kennismakingsbezoek komen. Dus eigenlijk al die brochures, borstvoeding, flesvoeding, eigenlijk heel wat rond slapen. Allerlei brochures, die brengen zij mee en kun je gratis verkrijgen. Daarnaast gaat kindergezin uiteraard ook een beetje de opvolging doen van je baby, wanneer dat die geboren is. En dat is dan via huisbezoek, ook via consultaties op het consultatiebureau. Heel goed is ook dat ze de gehoortest en een oogtest gaan doen. Dus het is echt ook een stukje screening. De gehoortest wordt bijvoorbeeld gedaan na 2 à 3 weken, als je kindje nog maar zo oud is. En dan kan men eigenlijk al zien van, zit er een storing op het gehoor, ja of nee? Wat dan natuurlijk een heel groot voordeel is, dat men dat op tijd weet, zodat men al kan handelen. Idem voor de oogtest, die ongeveer rond 18 maanden gedaan wordt. En naast de algemene ontwikkelingen, opvolging van de groei van je babytje, kunnen zij ook de vaccinaties zetten. Die zijn ook meestal gratis, behalve een aantal. Maar dus het vaccinatie zetten en de controles of de consultaties zijn ook gratis. Het leuke hiervan is, dat is als je echt zegt van, ik zie bepaalde dingen wel zitten, maar ze hoeven niet voor alles te komen, dan kan je dat ook doen. Dan is het echt zorg op maat en kunnen ze eigenlijk nog wel veel meer bieden dan dat. Wie zit er in dat team van opgroeien van kindergezin? Ik zei het al, de verpleegkundige, die dan de contactpersoon is doorheen het hele traject. Zij zal dus startgesprek doen. Zij komt dus ook een aantal keer op huisbezoek bij jou in de eerste weken en de eerste maanden. En daarna zal je ook altijd de verpleegkundige zien wanneer dat je op consultatie gaat.
Dan heb je de CB-arts, of de consultatiebureau-arts, die vooral de opvolging van de ontwikkeling zal doen van je babytje. Ook de vaccinaties. Maar verwacht niet van de CB-arts dat ze een diagnose gaat stellen. Dat mag ze niet doen. Wie zijn die artsen? Dat zijn meestal ook huisartsen die zich dan ook extra engageren om bij kind en gezin te gaan werken. Misschien is dat je minder weet, en dat is ook wel zeer interessant, denk ik. Er is ook een pedagogische medewerker, noemt dat. En zij kan of hij kan op spreekuur komen. Dat wil zeggen dat ze bij jullie op huisbezoek kunnen komen wanneer dat je extra problemen ondervindt rond opvoeding, of bijvoorbeeld rond het slapen van je baby, rond het eten of rond zindelijkheid. Dan kunnen ze ook met jou een parcours afleggen om dit een stukje te gaan oplossen. En zit je een beetje in een moeilijkere situatie, dan kan een sociaal werker, is ook een medewerker van kind en gezin, je helpen bij de administratie en dus bepaalde dingen helpen in orde doen. Toch wel een heel mooi aanbod, vind ik, Els, waar dat toch meer en meer mensen ook van al die dingen gebruik gaan maken. Oké, dan hebben we de volgende professionele hulpverlener, die ook wel belangrijk is de kinesist. Het is nog steeds zo dat er prenatale oefeningen mogelijk zijn. Nu, onze ervaring is dat, dat er wel iets minder beroep op gedaan wordt, maar het kan zeker nog. Het hoeft daarom geen 10 beurten te zijn, want zoveel krijg je er ook niet terugbetaald. Maar zeker bij een eerste kindje, als je toch nog een keer wil langsgaan, dan kan dat. Sommigen doen dat individueel. Er zijn ook kinesisten die dat in groepjes doen. Wat dat de partners ook telkens meekomen. En daar wordt dan bijvoorbeeld gefocust, wat dat heel goed is en aangenaam, denk ik, is hoe dat de partner tijdens de bevalling kan ondersteunen. Met de hulp met rugmassage bijvoorbeeld, of een beetje te helpen met de ademhalingstechnieken of de ademhaling rustig te houden, dat kan. Postnatale oefeningen zijn zeker heel belangrijk. Dat zou ik zeggen, dat is een must-stukje, want de bekkenbodemspieren zijn toch wat uitgerokken en die moeten weer helemaal getraind worden, zodanig dat je achteraf niet kampt met urineverlies of problemen op dat vlak. Er worden 9 sessies terugbetaald en je kiest zelf een stukje hoe je die verdeelt voor en of na de bevalling. Zoals ik al zei, bij een tweede kindje bijvoorbeeld wordt er dan misschien wat minder die prenatale oefeningen, die je misschien bij een eerste wel een paar keer gaat met je partner of alleen, dan volledig de focus op de postnatale oefening gedaan, omdat je de informatie al kent. Dat kan zeker. Heb je bekkenproblemen, dan zijn er ook kinesisten die gespecialiseerd zijn in deze problematiek, die je zeker ook kunnen helpen. Ik zou zeggen, heb je daar last van tijdens de zwangerschap, ga daar ook een keer langs. Die kunnen heel veel tips ook geven naar houding toe, of je hulpmaterialen aanbieden of zeggen wat hij best gebruikt. En er is daar ook een website van. Die staat hier ook mooi netjes geschreven in het blauw. Mireille, je microfoon, vul maar gerust aan hoor. We hebben een tijdje geleden ook op onze Facebookpagina ook een leuk gesprekje gehad en wat oefeningen gedaan met een kinesiste die ook rond bekkenpijn bepaalde dingen, oefeningen heeft gegeven. Dat kan je nog altijd terugvinden ook op onze website. En misschien toch ook wel vermelden naast de kine dat ook een osteopaat of een chiropractor echt ook wel in bepaalde situaties wel een grote meerwaarde kan zijn. Zowel voor jou als voor je babytje. We zien dat bepaalde ongemakken dat vroedvrouwen heel vaak ook wel een keer doorsturen naar osteopaat of chiropractor. Oké, dan heb je de huisarts. Die mogen we ook zeker niet vergeten in het verhaal. En het hangt natuurlijk een beetje vanaf hoe goed dat jouw verhouding is contact is met de huisarts. Voel je je maar minder goed of zeg je van kijk, ik heb een heel goede vertrouwensband met de huisarts, dan kan die zeker ook een deel van de zwangerschapsopvolging gaan doen. En ook in de kraamtijd kan je naast de vroedvrouw ook vragen dat de huisarts komt om je een stukje te gaan begeleiden en gaan verzorgen. Ik denk dat zeker wanneer dat de huisarts echt een vertrouwenspersoon is voor jullie, dat het wel heel goed is dat je die dan ook gaat aanspreken. Het is zelfs zo dat we toch ook aanraden om eerst een keer contact op te nemen met de huisarts en dan in tweede instantie de kinderarts. Mensen vergeten soms ook wel dat de huisarts ook wel heel wat kennis en ervaring heeft en ook wel kan doorverwijzen dan naar de kinderarts. Oké. Goed, dan zitten we aan het huis van het kind. Dat heb je eigenlijk overal. Dat is in elke gemeentelijk of intergemeentelijk kan ook, of stad opgericht.
En dat is een samenwerking tussen alle hulp- of zorgverleners die bezig zijn rond zwangerschap, bevalling, kraamtijd, opvoeding, onderwijs en vrije tijd. Het Huis van het Kind heeft eigenlijk een hele grote doelgroep van min 9 maanden, dus eigenlijk van voordat je zwanger bent, tot 25 jaar. Nu, we merken wel in de meeste steden en gemeenten dat de focus vooral toch ligt, ja, baby's, peuters, kleuters en de pubers. Ja, maar het kan in principe, moest je vragen hebben, kun je er wel terecht. De invulling is wel een beetje verschillend van van stad tot of gemeente, van huis tot huis. Ze mogen dat zelf invullen. Ook de samenstelling van de partners kan wat verschillen. Maar je kan er zeker terecht voor een doorverwijzing in de regio. Ze organiseren bepaalde activiteiten. Bijvoorbeeld ook een keer een infoavond rond zindelijkheid op het potje. Of IHBO of ik weet niet wat allemaal. Of ook bij pubers, dat is nog ver van je bed misschien. Maar je omgaan met pubers of het puberbrein of... opvoedingsondersteuning, maar ook informatie rond kinderopvang, het RU-pakket. Eigenlijk alle vragen kun je bij hen terecht. Wil je jouw Huis van het Kind vinden in je regio? Bestaat er ook een website, heel gemakkelijk, www.huisvanhetkind.be, en dan zie je de contactgegevens. En ik moet zeggen, meestal hebben de meeste Huizen van het Kind ook wel een Facebookpagina, ja, waarin ze ook wel heel wat delen. Inderdaad. Oké. En dan is het ook nog de lactatiekundige of de borstvoedingsdeskundige. Dan spreek ik een beetje voor mezelf. Het is zo dat de lactatiekundige een beetje gespecialiseerd is in borstvoeding en vooral ook in de borstvoedingsproblemen. Het is dus zo dat wij ook een speciale opleiding gevolgd hebben, waar dat we echt ook wel de internationale en de wetenschappelijke inzichten willen toepassen en dat doorgeven aan de ouders. Wil dat zeggen dat we in vervanging gaan van een vroedvrouw helemaal niet. Maar soms merken we wel dat de vroedvrouw het misschien ook even niet goed weet. En dan belt ze ons ook wel op. Of bekijken we samen wat dat we in bepaalde situaties kunnen doen. Ik denk aan langdurige borstontsteking. Of aan borstvoeding bij prematuur. Of vragen rond het afkolven. Ja, of hele specifieke vragen rond medicatie en borstvoeding. Noem maar op. Daar kunnen we dan wel met een groepje lactatiekundigen ook kijken welke adviezen dat we kunnen geven. Nu, de meeste lactatiekundigen zijn ook vroedvrouw. En dan zit dat een stukje in hun pakket, betalend als vroedvrouw. Ikzelf ben geen vroedvrouw, maar wij doen dat dan telefonisch of gratis, kan dat wel. Of ik kan ook doorverwijzen naar de collega's. Hier zie je ook nog een keer de website, waar dat je dan ook weer kan zoeken. Zoek een lactatiekundige in je buurt. Dus er zijn er zeker in West-Vlaanderen ook wel een aantal waar dat je mee kan contact opnemen. Ook binnen kindergezin zijn er een aantal lactatiekundigen. Dus ook zeker de moeite om het daar even te vragen. Goed, en dan hebben we de borstvoedingsverenigingen. Dat zijn niet echt professionele, maar moeders voor moeders. Het zijn eigenlijk ervaringsdeskundige mama's die zelf borstvoeding dus gegeven hebben, maar die wel een extra opleiding gevolgd hebben. Waar kun je terecht gewoon ook met vragen of ervaringen die je wilt uitwisselen? Meestal zijn er ook forums op Facebook, is er een borstvoedingstelefoon en in bepaalde regio's organiseren ze ook ontmoetingsmomenten en infosessies. In België of in Vlaanderen heb je de Visé 2 borstvoeding en dan heb je meer een Franstalige of een internationale en dat is de LLL of La Lèche Ligue. En daarvan heb je ook de website voor de mensen die met het Frans overweg kunnen. Die borstvoedingsverenigingen die hebben ook allemaal ook wel chatgroepen en online sessies. Dus als je nood hebt om zeker met andere mama's of met professionelen te gaan praten, dan kan dat zeker. Onder andere La Lèche Ligue, het is om je tong over te breken. Die zitten ook heel sterk op Instagram. En ik merk dat er daar ook wel op die stories ook heel wat vragen gesteld worden. Dat is ook wel een zeer interactief. Dat is ook wel heel interactief geworden zijn. Echt wel heel leuk, denk ik, om ook naartoe te gaan. En dan wil ik toch ook jullie het aanbod, iets vertellen over het aanbod van de eerste lijnspsycholoog. Je hebt er misschien ook wel van gehoord, dat er sinds dit jaar ook heel wat budget is vrijgekomen
Omdat eigenlijk een psycholoog wel duur is. Als je 50, 60, 70 euro moet betalen voor een consultatie. Men heeft dan nu beslist dat er via de eerste lijns conventie ook een psycholoog kan aangesproken worden voor een aantal gesprekken voor 11 euro per sessie. Heel mooi aanbod, denk ik. Er zijn zeker in onze regio in West-Vlaanderen een aantal eerste lijns psychologen die zich echt specifiek op dat perinatale gaan richten. Dus dat is toch echt wel heel goed. En ja, het is zo dat je ook een groepsaanbod kan hebben in kleine groepjes. Zelf organiseren we in de WIG, hebben we nu voor de tweede keer al een moedergroepje georganiseerd, waarin dat dan een 5, 6-tal mama's een keer of 5 samenkomen, met een psychologe, om gewoon een keer te discussiëren over hoe is dat om mama te zijn, wat loopt er goed, wat loopt er minder goed, wie kan ermee helpen, enzovoort. Dus zeker de moeite om dit te doen. En wil je wat meer info daarover, dan is het misschien best dat je even mailt naar ons, omdat het nogal scheelt van regio tot regio hoe dat je de aanvraag moet doen. Dus we kunnen je zeker wel helpen. Ja. Misschien daar ook nog even op zeggen. Ik ben dat eigenlijk, of misschien heb ik het al wel gezegd, dat ik dus ook, ik heb dat gezegd dat ik perinataal counselor ben. En als je zo niet goed weet van, zou ik een psycholoog raadplegen of niet, dan kan ik zelf ook altijd een keer een gesprekje hebben met jullie om te zien wat dat de volgende stappen kunnen zijn. Ik zie dat Anna een vraag had. Mag ik die misschien eerst eventjes beantwoorden, ja. Els? Ja, doe maar. Een vraag in verband met borsteling en medicatie. Mag dit ook naar het algemeen e-mailadres gestuurd worden? Of is het op een andere? Het mag naar info@wieg.be ook gestuurd worden. Zeker en vast. Nee? Of je mag ons ook altijd bellen. Ik ga misschien ook nog eventjes mijn nummer doorgeven. Ik zal het ook nog op de chat zetten. Ja? Maar misschien toch ook wel via mail. Geen probleem. Ja. Prima. Oké. Okay. En dan denk ik toch ook nog een hele belangrijke, Els. We hebben nu de professionele gehad, maar ik denk dat we ook de vrienden en familie niet mogen vergeten. Nee, inderdaad. Om af te sluiten staat die mooi op de laatste plek, maar daarom zeker niet de minst belangrijke plek, zou ik zeggen, want een dichte buur is soms beter dan een verre vriend. Daar kun je heel veel steun aan hebben, aan een buurvrouw die even komt checken of dat oké is, of dat je boodschapje moet meebrengen. Kan je zoveel tijd besparen dat je niet dat babytje moet meenemen en je aankleden om iets kleins te gaan halen. Of gewoon dat je weet dat er iemand paraat staat. Dan heb ik ook het woord kraamkost. Dat is een woord die, ik weet niet hoeveel jaar geleden dat nu het woord van het jaar was. Het is al even geleden. Ik hoop dat het ondertussen wat ingeburgerd is. Maar wat is dat? Dat is dus gewoon in plaats dat je een cadeautje meebrengt. Het traditionele bloemetje of misschien een bodytje of ik weet niet wat. Maar dat je gewoon een schoteltje meebrengt, waar het gezin misschien kan van smullen of eten, wat dat heel handig kan zijn en heel veel tijd besparen en een grote hulp kan zijn. Ik denk aan een grote pot spaghetti of lasagne of ik weet niet wat allemaal. Dat kan heel aangenaam zijn. Zorg dat je wel op voorhand afspreekt wat je wel of niet leuk zou willen van hulp. Zeker als de mensen het bevragen aan jou, van kun je hulp gebruiken? Wees daar dan ook eerlijk in. Ja, nee, of op die momenten. Of het kan ook zijn van, mag ik je bellen? Als ik hulp nodig heb, dat kan allemaal. Goed bedoelde hulp, ja, dat worden dingen soms wel helemaal een beetje anders gedaan dan je zelf zou willen. Natuurlijk ook niet te kritisch zijn, zou ik zeggen, voor de hulp. Maar aan de andere kant mag je ook je wensen kenbaar maken. Als er iets echt is dat jou stoort, of dat je zegt, ja, maar ik vind dat geen hulp, dan denk ik ook dat het belangrijk is dat je dat bespreekt en voorzichtjes aankaart. En de tip is ook nog, neem de adviezen voor wat ze zijn en doe je eigen ding. We hebben onlangs ook een keer een mama gehad die een heel mooie uitspraak had gehad als ze advies kreeg. Je zei, dat is nog een goede tip. Ik zal er een keer over nadenken. En dan deed ze toch, ze deed er iets mee of ze deed er niets mee. Nagelang het paste, gaat maar zeggen, in haar doening. En ik denk dat je zo niemand tegen het hoofd stoot met de goed bedoelde adviezen. Maar je bent ze zeker niet verplicht om ze allemaal op te volgen. Ik weet niet meer of jij daar nog aanvullingen op hebt. Ook doe maar gerust. Ook onze adviezen niet. Dat is ook waar. Een aanvulling.
Kind en gezin op de website, maar de verpleegkundige van kind en gezin brengt die ook mee in het, kaartjes, ja. In het, in het intakegesprek. Dat zijn kraamkaartjes. Hé? Heel leuk, dat zijn mooie kaartjes waar dat er een wens op staat, hé, die je dan kan geven aan andere mensen. Hé? Bijvoorbeeld misschien een keer boodschappen doen of een keer een uurtje gaan babysitten voor de baby. Hele, hele leuke kaartjes, hé, die je zo kan doorgeven. Als mensen vragen wat zou je willen hebben als cadeautje, dan kan je dat ook een stukje geven. Oké, dan denk ik dat we er zijn, Els. Ja. Ik weet niet of dat er van jullie nog vragen zijn en of dat er nog andere mensen zijn, zorgverleners of zo, die we vergeten zijn. Dan mag je het gerust ook benoemen, geen enkel probleem. En dan hoop ik dat je er iets aan gehad hebt en misschien dat je ook eventjes een beetje feedback geeft in de chat, wat dat je meeneemt uit deze sessie.